Dit is de mannenzaal van het Sint-Pieters aan Bloklands gasthuis. En op deze plaats wordt elke zomer in de maanden juli en augustus het leven uit 1907 weer teruggebracht. Door een aantal gastelingen die hier dan wonen, onder leiding van een binnenvader en een ondermoeder. Het bijzondere van de dag van vandaag is dat wij zoals elk jaar Koninginnedag vieren. Wilhelmina wordt 27 jaar vandaag. En het hele bijzondere is dat zij hier zelf haar opwachting kon maken. Zij komt straks per schip aangevaren en zal ontvangen worden door de burgemeester van Amersfoort. En een bezoek afleggen aan de gastvrouw. Een gezien normaal bereidingsdag op de kermis. Op zo'n groot apparaat zeker? Op de kermis, op dat witte doek. Op dat witte doek. Oh? Ja. Net als die koningin die onthoofd werd, dat is dan niet dat hoofd erop te ontvangen. Heb je toch al gezien? Ja, heb je dat nooit gezien? Nee, dan moet je een keer mee, naar de kerk gaan. Ja, jij verzuikt. Hij doet dat. En jij verzuikt dat. Wat is dit? Dat is vandaag de dag van de vier. En weet je, we krijgen allemaal een borreltje. Dat vind ik wel leuk. Dat hoort erbij. En wij wensen u nog lange, lange jaren in de toekomst. En een goede gezondheid samen met uw echtgenoot. Als burgemeester Jan Willem Antonie Bartman Buitiers ben ik een trotse burgemeester van de gemeente Amersfoort. Wij hebben zojuist het aantal inwoners van 18.000 gepasseerd. En een bijzondere eer mijn geboortedag in uw midden te mogen vieren. Waarde gasten, het moet u een zegen en een geluk zijn dat u zo geheel belangeloos een goed verzorgde oude dag mag genieten in dit gesticht. Was het niet reeds mijn moeder koningin regentes Emma die u al eerder met een bezoek heeft vereerd? En is het niet jaarlijks dat zij ter uwer genoegen en goede smaak u een partij vers geschoten wild laat zenden vanuit het landgoed Soestdijk? Het zou u zeer zeker gesmaakt hebben tijdens de barre winterse koude maanden. Wat uw aandacht voor de majesteit en zijn de koninklijke hoogheid, prins Hendrik. Dank u wel. Van harte welkom, majesteit. Welkom in de mannenzaal. De koningin zal nu met enkele van onze gastelingen spreken.
En ik verzoek u ook een beetje ruimte te maken, want het is heel vervelend, maar wij hebben de tering in huis. Hoera! 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 Leven de koning! Hoera! Waar is het glaasje? Waar is het glaasje? Het glaasje staat naast de dorp. Het is mij een bijzonder genoegen als regent Tron van Holst zijnde dat u hier allen gekomen bent. En voor één persoon in ons midden geldt dat wel heel in het bijzonder. Dat is natuurlijk in de eerste plaats Hare Majesteit. Dank u voor uw aanwezigheid. En er is nog een persoon die ook de titel van Majesteit zou verdienen. Ik zie haar daar in de zaal met de bril op het voorhoofd. En ik wil haar verzoeken naar voren te komen. Mevrouw Bak. Anja Bak. Toen ik recent het overleg had met de regenten en met de architecten, toen was daar Pierre Kuipers. U kent hem, de Rijksbouwmeester. Ik vroeg hem, wat gaan we doen met deze zaal? Want die oude bedsteden die kunnen nu toch wel eens worden opgeruimd. Maar hij zei, nee, meneer Tromp van Holst, dat gaat niet gebeuren. Die bedsteden blijven staan, want u zult nog zien, nee dat zult u niet meer zien, maar ik weet dat over 100 jaar nog altijd mensen deze mooie zaal willen zien zoals die nu is. Ik heb hem in mijn gedachten voor gek verklaard. Maar ik kon niet anders dan hem volgen. En ziet, we zullen het afwachten. Wij maken er niet meer mee. Maar hij had ook nog een visioen. Kuipers is een bijzondere man. Hij zei, er zal in die dagen een dame zijn van koninklijke allure die alles voor die zaal zal verrichten wat nodig is.